Yo, what up gasten en welkom bij een nieuwe is het eigenlijk wel een aflevering van Pokerview? Ik weet niet eens zo goed of het wel officieel aflevering 40 is, maar misschien noem ik het wel zo. Yo, what up gasten, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken welke nieuwe speler wij moeten gaan gebruiken voor het volgende seizoen van Pokerview. En terwijl we dat gaan doen, ga ik een paar vragen beantwoorden. Want sommige mensen wilden sommige dingen weten over het vorige seizoen van Pokerview. Waarom heb ik maar 5 gym leaders uitgedaagd? Waarom heb ik niet 96 zwaars gebruikt? Nou ja, dat ga ik dus beantwoorden. Wil je op een betrouwbare Nederlandse plek coins kopen voor jouw ultimate team? Dan moet je naar vivacoinservice.com gaan. En als je dan de code FCR gebruikt, krijg je korting op je aankoop. En daarnaast word je, als er iets fout gaat met je bestelling, ook gewoon direct via hun Nederlandse live chat geholpen. Ik heb een team gemaakt met de potentiële nieuwe kanshebbers voor de plek van Suarez. En natuurlijk daar ook Suarez zelf bij. Lewandowski, Aguero en Ibra. Tussen hun valt de keuze. Het zou super chill zijn als jij een like wil achterlaten. Laten we met misschien wel 3000 likes Suarez een waardig afscheid geven. Suarez, je wordt ontzettend bedankt. We moeten nog één keer met je gaan spelen. Dus let's go. We hebben een tegenstander gevonden die we gaan verslaan met onze 3 Pokémon. Een BBVA Bundesliga Serie A Hybrid met Ronaldo, Aubameyang. Woe, dat kan snel gaan worden. Maar deze video maak ik om even met alle 3 de spelers die misschien de nieuwe Pokémon kunnen worden te gaan spelen en jullie te laten stemmen. Ik ga een aantal comments achterlaten met eentje waarin ik zeg Ibrahimovic, eentje Lewandowski en eentje Aguero. En jij moet die comment een duimpje omhoog geven. En uiteindelijk ga ik met gewoon wat ik zelf wil en jullie mening een keuze maken van die nieuwe Pokémon. Ibrahimovic, League 1 speler. Een aantal goede spelers die League spelen. Is niet de allersnelste. Ik hoor van een aantal mensen dat hij best tegenvalt dit jaar. Linkt met, ja, elke legend natuurlijk. Maar het sterk links met Ljungberg en met Larsson. Misschien kun je daar iets mee. Aguero, zelf niet heel erg een voorvallende van. Jullie hebben het meest voor hem gekozen. Maar bedenk ook, we kunnen hem ook vrij spelen met Road to Argentinië. Dus binnen een paar afleveringen heb ik dan, als we hem kiezen, eigenlijk elke serie op mijn kanaal met Aguero erin. Ik weet niet of dat heel positief is. En dan Lewandowski, Bundesliga-speler. Natuurlijk ook een ontzettend goede speler, goede keuze. Zelf ben ik best enthousiast om met hem te gaan spelen. Hij heeft ook een aantal evaluaties, maar ja, dat hebben Ibra en Aguero ook. Ik ben benieuwd wat jij vindt. Laat je stem achter. Dan wat vragen over Pokerview. De eerste vraag die ik heb gekregen op Twitter. Ik had daar gezegd, jongens, als jullie vragen hebben, kunnen jullie ze nu stellen, want dan ga ik ze beantwoorden. Was, waarom heb je voor Suarez gekozen? Nou, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik had een aflevering van Never in Glory geüpload toen ik die serie nog had op mijn kanaal. En toen had ik gevraagd, jongens, ik wil een nieuwe serie beginnen. Wie moet ik gaan kiezen? En toen had ik een aantal keuzes gegeven en degene die het meest was gekozen was Luis. Dus vandaar, jullie hebben er eigenlijk voor gekozen. De tweede vraag die ik had gekregen, dat was echt een vraag die ik heel vaak voorbij heb zien komen. Raoul, waarom beëindig je de serie als je maar 5 gymleaders hebt uitgedaagd? Nou, sommige mensen die ik heb het wel eens vaker gementioned, gewoon verteld van jongens, bij Pokémon is het natuurlijk zo dat je daar 8 gyms hebt en dan een Elite Four. En hoe graag ik dat ook na zou willen doen, dit is niet het echte Pokémon. Sommige dingen kan ik gewoon niet nadoen. Ik speel op Xbox, dat komt omdat ik daar gewoon de meeste coins op heb. Ik vind dat het chill spelen en als ik een serie doe, dan wil ik dat doen op de console waar ik het meest speel. En dat was Xbox. Robbie die heeft bijvoorbeeld geen Xbox. En ik had misschien met Uruguay of met Barcelona kunnen spelen tegen hem. Maar ja, dat is dan iets voor het nieuwe seizoen. Ik had achteraf had ik het ook anders in moeten delen. Want Matty is een van de beste FIFA-spelers die ik ken op YouTube. En Mark die hoort daar bijvoorbeeld ook bij. En je hebt een aantal andere FIFA-YouTubers. Bijvoorbeeld Jordan, FIFA Zlatan, die een serie heeft met Zlatan. Dus dat zou dan ook iets zijn als ik Zlatan zou kiezen. Die had te kunnen vragen, maar die had ik misschien dan wat eerder moeten vragen. Dus dat is iets voor het volgende seizoen. Dat is een keuze die ik achteraf had gemaakt en misschien wat langer over na moet denken. Want ik had niet geweten dat het zo'n succes zou worden. Nog een vraag die ik heel veel heb gekregen is, Raoul, waarom heb je 95 Suarez gebruikt en niet 96 Suarez? In eerste instantie wilde ik Suarez maar 2 keer laten evolueren. Maar aangezien heel veel mensen het heel tof vonden dat het kon, dacht ik, weet je wat, ik doe het nog een keer. Toen had ik de hoogste Suarez die op dat moment die je kon krijgen in handen gekregen, 95 Suarez. En toen ik hem wilde gaan laten evalueren, je kan het ook zien als je de aflevering terugkrijgt. Echt de aflevering van 95 Suarez, die kwam een dag nadat 96 Suarez uit was. Ik had 95 Suarez dus al gewoon in mijn team en ik had er een video mee gemaakt. En toen kwam ineens de volgende versie uit. Dus vandaar dat ik nooit 96 heb gebruikt. En ik vind het eigenlijk ook zo'n klein verschil dat 95, 96, dat ik uiteindelijk voor heb gekozen om het gewoon hierbij te laten. En dan de laatste vraag die te maken heeft met echt de structuur van de serie. Heel veel mensen, ik heb het gedurende de hele serie gezien in comments en zo, die zeiden, Raoul, waarom kunnen andere Pokémons niet evolueren? Nou, ik begon met Suarez. Suarez had op het moment 2 informs. Ik denk, dat is helemaal chill. Die kan dan gewoon lekker evolueren. Dat kunnen we 2 keer doen. En ik had nooit gedacht dat hij uiteindelijk iets van hoeveel heeft hij nu? 5 of 6 zou hebben. Dat is toch echt insane. Dat is nog nooit gebeurd op een FIFA. Dus de kans is wel heel klein dat dat net op dat moment gebeurde.
dat gebeurde dus wel. En uiteindelijk heb ik er niet voor gekozen om andere Pokémon te laten evolueren. Omdat ik denk dat dat echt super chaotisch wordt. Het kan wel als je er 2 of 3 hebt die dat kunnen. Misschien is dat leuk. Middenvelder, verdediger en keeper erbij. Wie weet wat. Maar ik denk dat... En het is niet persoonlijk bedoeld tegenover bepaalde mensen of zo. Of voel je vooral niet aangesproken. Maar ik denk dat er heel veel subs zijn die zien... Oh, Neymar kan evolueren. Dan moet je dat ook met Messi doen. Of dan moet je dat ook met die doen, want die heeft ook een inform. En dat zag ik dus al staan. Die mensen, ik had Iniesta Team of the Year en Modric Team of the Year gevangen. En mensen zeiden, ja, maar die moet je ook Team of the Year Pogba halen. Dat moet gewoon, dat moet. En daar kan ik heel slecht tegen. Voor alles zit een reden. En serieus, alles, alle beslissingen die ik maak, die maak ik zorgvuldig en die maak ik doordacht. Maar sommige dingen zijn gewoon niet praktisch. Hoe vet dat ook zou zijn voor een serie. Zo, en nu al die vragen uit de weg zijn, moeten we even proberen te gaan winnen met dit team. Want we staan achter, terwijl we de 3 of de 4 Pokémon eigenlijk hebben. Ja, Suarez, Adebe, wat een dramatische aanname, jongen. Je bent 95 rated en... Oh, jezus. Ah, verloren. Nou ja, misschien is dat een teken. We moeten ze in ieder geval niet alle 4 gaan gebruiken. En daarnaast, mijn tegenstander was wel goed. En deze formatie, deze is zo ontzettend shit. Het is volgens mij ook de eerste keer dit jaar dat je hem op mijn kanaal ziet. Nou, er is een reden voor. Laat dus ook vooral jouw stem achter en like mijn comment voor de Pokémon die jij wil dat ik ga gebruiken. Ibra, goede speler. Aguero, goede speler. Maar gaan we dus al gebruiken met Road to Argentinië en Lewandowski ook een goede speler. Ik ben benieuwd naar jouw keus. En ik check jullie allemaal later. Ciao, gasten.